Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 17 maart. Leuk dat jullie meekijken naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. En vandaag is natuurlijk de laatste dag dat je kunt gaan stemmen. Je kon vanaf maandag stemmen tot en met vandaag. Dus maandag, dinsdag en woensdag. Ik had al verteld dat mijn vader voor mij gaat stemmen. Dus ik hoef zelf niet naar de stembus toe. Al blijf ik er toch nog steeds wel bij dat ik het niet heel verkeerd had gevonden als ze toch iets hadden opgezet waardoor we met z'n allen online hadden kunnen stemmen. We worden met z'n allen toch wel zoveel geacht om zoveel mogelijk thuis te blijven. Maar daar zie ik wel continu een filmpje van Rutte op televisie verschijnen dat het wel heel verstandig is om te gaan stemmen en dat het allemaal heel veilig is. En dan kijk ik naar de cijfers, dan denk ik van, oké. Ze zullen het vast heel veilig hebben opgezet, maar... Ja, waarom moeten we dan nu wel met z'n allen naar buiten? Omdat er dus iets van afhangt. En dan denk ik, joh, had online iets opgezet waardoor iedereen vanuit zijn eigen huis veilig had kunnen stemmen. Desnoods ook briefstemmen, al heb ik wel gehoord dat dat bij heel veel oudere mensen wel verkeerd is gegaan. Dat dat toch niet helemaal duidelijk was. Die stemmen worden uiteindelijk nu toch wel meegenomen. Maar ja, dat was niet helemaal goed gegaan. Maar ja, ik vind dat toch wel... Ik had dat toch wel normaal gevonden eigenlijk, als we vanuit huis hadden kunnen stemmen. Maar goed, ik heb het wel heel erg koud. Ik ga zo meteen de woonkamer doen en daarna bullet journalen. Bij de woonkamer zal ik jullie erbij zetten. Gisteravond weer verslaafd gekeken. Ja, ik blijf er een beetje bij. Ik vond het wel een hele aangrijpende uitzending en ik vond het ook wel een heftig verhaal. En dan zijn ze bij de drugstest, zijn ze schoon en toch later, ze gaan toch weer de fout in. Dus er gaat iets dit seizoen niet helemaal goed. En of het met corona te maken heeft, durf ik niet te zeggen. Dat was wel het verhaal wat deze vrouw deed. Ja, toen kwam corona. En ik vind, ja, je kunt corona niet overal de schuld van geven, hè. Ik bedoel, het is wel een keuze of dat je weer wilt gaan gebruiken of niet, denk ik dan. Maar goed, ik merk het nu toch al 3 weken achter elkaar dat het toch, nee, dat het toch niet helemaal goed gaat. Dus dat. Daarna heb ik Bo in Floridorp gekeken. Was ook wel een mooie uitzending wel. Ik heb even uitstel van executie afgekeken. Toen ben ik mijn vlog gaan editen. Dus die is af. Mijn foto's zijn bewerkt. En toen ben ik Dikte gaan kijken. Een hele spannende aflevering. Vanavond de allerlaatste. En daarna Het Meisje van Plezier. En dat was ook een spannende aflevering. En diegene was dus wel overleden waarvan ik dacht dat hij overleden zou zijn. Maar nu had ik de bevestiging. Dus dat was verder mijn avond. Dus verder niet heel bijzonder of zo. Ik heb een nieuwe lipstick op. Ik heb een nieuwe oogschaduwpalet uitgetest. Dus dat vond ik wel weer leuk. Ik ga nu eventjes de kattenbak scheppen. En dan ga ik een sopje maken. En dan gaan we hier weer even aan de gang. Ik heb het ijskoud. Dus ik hoop dat ik dan iets warmer word. En anders gaat straks gewoon een beetje op tijd de verwarming aan. Want in de kou zitten, daar heb ik geen zin in. Want ik merk nog steeds wel dat het koud is. Ik vraag me ook echt af hoeveel graden het is. Even kijken. Ja, Mickey, we gaan zo poetsen. Het is 8 graden, 7 graden. Nou ja, goed. Ik ga water bakken en dan ga ik jullie erbij zetten. En dan gaan we eens even poetsen.
het is weer gelukt. De huiskamer is schoon en ik heb het nog steeds koud, dus het heeft niet geholpen. Katjes hebben ook net lekker hun eten op. Dus dat is ook wel weer lekker. En ja, ik ben wel weer blij met de schone woonkamer. Alleen de nagellak is nu wel echt verprutst. Want ik heb steeds meer chips. Dus ik denk dat het er morgenavond ook afgaat. Want dan heb ik boodschappen gedaan. En dan weet ik wel weer hoe dat gaat. Dan heb ik het hele lelijke nagels. Dus dan gaat het er gewoon af. Katjes hebben nu net lekker gegeten. Dus dat is ook top. Ik ga zo lekker relaxen. Ik ben zat. Douchen, eten. Ja, vanavond eigenlijk alleen op de planning goede tijden. Ik weet nog niet wat ik verder ga kijken. Misschien wel dingen terugkijken, want er is gewoon bar weinig. Of het heeft allemaal met de verkiezingen te maken en ik heb niet echt de behoefte om daarnaar te kijken op televisie. Of het is voetbal en het zijn dan wedstrijden die me eigenlijk helemaal niet interesseren. Morgenavond hebben we dan weer Ajax, dat vind ik dan wel mooi. Maar die buitenlandse wedstrijden die boeien me niet echt. Dus ja... Ik weet het eigenlijk nog niet. Ik denk dat ik gewoon blijf bij dingen terugkijken. En nou ja, goed. Dat ga ik gewoon even zien. Ik ga sowieso mijn artikel schrijven. Ik moet nog even een thumbnail maken voor de vlog. Ik heb net ook even alle apparaten weer schoongemaakt. Alleen de laptop moet nog eventjes gespreid worden. Maar ook mijn horloge. Die is helemaal schoon. En ik zag net ook een heel schattig filmpje van Lente. Die was aan het wachten op haar broodje pindakaas vanmiddag. Dus super schattig. Die eet echt al super goed. Alles gaat erin. Klein vuilnisbakje. Dus ja, verder heb ik wel de laatste dikte. En ga ik wel weer kijken naar het Meisje van Plezier. Dus dat is eigenlijk de planning. Niet veel. Straks wel lekker makkelijk eten. Gewoon frietjes. Dus dat is altijd wel ideaal. Straks lekker warm douchen. Want ik heb het zo koud. Ja, je merkt wel echt dat het nog goed herfst is. Er zit hier ook een hele donkere lucht. Het is echt zo van donker, van licht naar donker gegaan. Dus ik verwacht straks wel een buitje. Maar goed, vind ik ook niet erg. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. En ik ben heel erg benieuwd eigenlijk wanneer de uitslag zal zijn van de stemmingen. Ik denk niet vanavond. Ik denk morgen, vrijdag misschien. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik zou bij deze in ieder geval zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 18 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een hele nieuwe outfit aan. Die laat ik je zo nog even zien. Maar mijn coachie komt zo meteen om 3 uur. En dan gaan we even een kopje koffie doen. Kunnen we ook even bijpraten over de waaijong en zo. Want we hebben elkaar nog niet weer gezien nadat ik die heb toegewezen gekregen. Alleen even telefonisch gesproken. En dan gaan we daarna boodschappen doen. En dan is de middag weer om. Ja, laten we het toch maar even hebben over het stemmen. De voorlopige uitslag is natuurlijk binnen. Ik ben redelijk verbaasd. Ik ga me verder niet uitlaten op welke partij ik zelf heb gestemd. Ik vind dat moet ieder voor zich weten. Ik denk ook niet dat het heel relevant is om te weten waar iemand op heeft gestemd. Kijk, dat je het er met familieleden of vrienden over hebt, is dat prima. Maar ik vind het niet echt iets om open te gooien op het internet. Maar ik was toch wel verbaasd dat de PVV dan toch weer de grootste was. Waarom? Ik heb de laatste tijd op social media ook wel het een en ander gevolgd. En dan zie ik toch eigenlijk heel veel mensen die best wel een grote mond hebben op Rutte. En toch wel zeggen van hij moet weg en het wordt tijd voor een ander. Dan verbaas ik me toch wel weer dat toch het grootste deel van Nederland toch weer op hem heeft gestemd. Of op zijn partij. En ik wil niet zeggen dat ik vind dat Rutte het slecht doet. Absoluut niet. Hij doet ook zijn best. Maar ik had het zelf niet heel erg gevonden als er een frisse wind door Nederland was gaan waaien. Door een ander kabinet te krijgen. Ik denk dat ze het in Amerika wat dat betreft beter verdeeld hebben. Want je hoeft maar tussen 2 mensen te kiezen. En dat is volgens mij 1 keer in de 2 jaar dat stemmen daar. Of 1 keer in de 3 jaar. En als een ambtstermijn er gewoon op zit. Volgens mij kun je 3 keer een ambtstermijn te krijgen. Ja, dan ben je er gewoon vanaf. Kijk, en dat is in sommige gevallen is het positief. Kijk, heel veel mensen waren op een gegeven moment tegen Trump. Nou, dan kies je een ander. In het geval van Obama denk ik ook dat heel veel mensen het jammer vonden dat hij zijn termijn had volbracht. Maar ik vraag me ook echt wel af of het allemaal wel goed is gegaan en netjes is gegaan. Want ik las dus ook op social media met de stemmen dat er bij een stembureau mensen in handen hebben gestaan met stemmen voor de PVV en voor Forum voor Democratie die ze wilden doorscheuren. Hey, tijgertje en muis, niet doen. Dus dan denk ik van, waarom? Kijk, dat het een partij is waar jij zelf niet op zou willen stemmen, dat is prima. Maar als je bij de stembetellingen zit, moet je toch neutraal zijn? Of ben ik nou gek? Ik weet het niet.
Ik vond het in ieder geval heel apart. Ik blijf er nog steeds bij dat we misschien toch over moeten gaan op een andere manier van stemmen. Dat het toch misschien digitaal moet. Al denk ik ook wel, zat ik er later over na te denken. Je hebt natuurlijk ook een heel groot kans dat de server overbelast raakt. Ik bedoel, kijk maar naar Oud en Nieuw en WhatsApp op oudersavond. Dat iedereen elkaar gelukkig nieuwjaar wil wensen en dat WhatsApp er op een gegeven moment uit ligt. Dat is toch al best wel redelijk vaak gebeurd. Dus ja, ik vind het allemaal vreemd. Ik vind het jammer. Laat ik het daarop houden. Nou ja, goed. Dat was even dat. Wat ik toch even wilde delen. Ik kreeg net trouwens van een van jullie de vraag. Een reactie op mijn vlog. Dat ik best wel vaak in de week hetzelfde eet. Dat klopt inderdaad. Want ik lust niet zo heel erg veel. Dus voor mij is het een beetje hetzelfde. En ik hou me dan ook een beetje daaraan vast. Ik ben ook niet iemand die graag dingen uitprobeert of zo. Ik ben altijd al een moeilijke eter geweest. Ja, als baby zijn er niet, maar dat veranderde al vrij snel. Dus vandaar dat ik altijd eigenlijk een beetje dezelfde dingen heb met boodschapjes die ik gewoon eet. Omdat ik dat gewoon fijn vind. En misschien is het ook wel een stukje van het autisme erbij. Dat ik het ook gewoon fijn vind of zo. Of om elke dag een beetje te weten van wat ik wil eten. Ik weet het niet. Maar het komt ook omdat ik dus een hele slechte eter ben. Ik eet inderdaad geen fruit. Maar ik heb wel vitamine tabletten die ik dan neem. Dus ik krijg wel vitamine binnen. Maar niet de vitamine van fruit. Omdat ik gewoon geen fruitmens ben. Verder heb ik gisteravond televisie gekeken. Ja, eigenlijk niet heel erg veel. Ik heb Crime Desk gekeken. Maar dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Het duurde me veel te lang. Dat was geen programma voor mij. Dus ja, verder, er was gewoon niet zo heel erg veel. Ik heb de thumbnail gemaakt voor de vlog. Toen ben ik mijn artikel gaan schrijven. Ondertussen nog even een spelletje gespeeld. Ik ben nog steeds into heyday. Toen heb ik de laatste dikte gekeken. Ja, het einde was heel spannend. Ik had dit niet verwacht. Het was ook een beetje een open einde. Ik denk zelfs dat er nog ruimte was geweest voor een vierde seizoen. Maar ik ga er niet meer vanuit dat die komt. Want dit seizoen is van 2017. Laatste seizoen. Dus ik denk dat het hierbij blijft. En verder heb ik weer dat Meisje van Plezier gekeken. Dat was ook een hele mooie uitzending. Dus dat was het ook. Ik ga nu even stofzuigen. En dan zal ik jullie zo even mijn outfit laten zien. Ga ik nog even wat drinken en dan zal mijn coach er wel zijn. Dan is het tijd voor de koffie. Ik ga jullie verder dan nergens bij zitten vandaag. Maar ik laat je straks als ik terug ben nog even de boodschappen zien. Dus even de stofzuiger erheen halen. En vanavond deze nagellak verwijderen. Want ik ben er helemaal klaar mee. Al die chips en zooi. Dus dat is even de planning. Het outfitje van de dag is dit leren shirtje. Met daaronder dat rokje. En daarbij heb ik weer mijn cowboy laarsjes aan. Ik vind het wel heel erg leuk staan zo. Kan mooi. Maar nu ben ik mijn brief van het IVV aan het zoeken. Die kan ik even niet vinden. Ik weet niet waar ik hem heb neergelegd. Super slecht dit. Dus die ga ik even zoeken. En kom mijn coach. Dus ik zie jullie later. En toen was het ineens een stuk laat. Ik ben alweer een poosje thuis. Maar ik heb inmiddels wel gedoucht. Want ik had het heel erg koud. En ik had even met mijn moeder gebeld. Want die hadden de overdracht van de woning van mijn oma vandaag. Dus ja, was toch ook wel even benieuwd naar. Maar ik laat je nog even de boodschapjes zien. Maar ik had zo koud. Ik denk, ik ga wel alvast douchen. Want ja, het was toch best wel frisjes. Ik heb allereerst nog een pakketje binnen gehad. En dit had ik gewonnen. En ik kreeg het. En ik dacht, wat zit hierin? Dat was wel heel erg leuk, want dat is een blikje van Nivea. Dus ik heb nu zeg maar een blikje gekregen. Dit is het normale blikje, maar er zit dus een dekseltje bij. Met mijn eigen gepersonaliseerde foto met Angela Schijf. Dus die vond ik wel heel tof. Dus die zat in de brievenbus. Ik heb de Rossi rondjes al wel opgeruimd, want die heb ik alvast in de vriezer gedaan. Maar de rest heb ik hier nog wel staan. Dus ik ga het eventjes hierheen slepen. Dan ruim ik het morgen gewoon even verder op. Ik heb hier nog toiletpapier staan. Dus die had ik ook eventjes gehaald. Ik had weer een beestje bij elkaar bij Lidl. Die sparen we een beetje met de familie. Zodat Lente ook, zoals als ze hier heeft, ook wat om te spelen. En ik heb vandaag Paco papegaai meegenomen. Die kan zo lekker squeezen. Dus die vond ik heel erg leuk. Dan heb ik weer een pakje met gehakt gehaald. Slavinken waren met korting en die heb ik meegenomen. Ze zijn tot de 20ste. Nou, dat vind ik eigenlijk best wel bizar dat er korting op zat.
Ik heb weer spekjes. Kat van de Slavink trouwens twee bakjes. En deze zijn ook tot de 20ste. Nou, top. Ik was even bij de Aldi. Daar heb ik eventjes de wasmachine-reiniger gehaald. Want dat had ik al gehoord van mijn moeder. Daar heb je twee keer bij. Het was 2 euro. Dus ik heb gelijk twee pakjes ingeslagen. Want het is een hele intense reiniger. Ik weet nog niet zo goed hoe het werkt. Maar daar ga ik me even in verdiepen. Zakje met patatjes. Dan heb ik eventjes een pakje melk meegenomen weer. De scheerschuim van de Lidl. Een grote schnitzel voor zondag. Die was even zoeken, want die hadden ze weer verplaatst. Nou, nog zo'n zak, zo'n pakje met dat spul dus. Dan heb ik ook dit meegenomen, want dat zag ik bij iemand voorbij komen. En dit kun je dus in de wc drukken en dan zou dat ook heel lang fris blijven. Dus ik was hier wel benieuwd naar, het was niet zo duur. En ik had bij de Aldi even kattenvoer meegenomen weer. Want ik merk dat Tijgertje gaat op het zachte voer van de Plus of de maaltijdzakjes gaat ze niet zo heel goed. Dat spuugt de laatste tijd steeds uit. Dus ik dacht, ik neem het even bij de Aldi mee. Bij Plus. Ik heb toch weer even de bakboter alvast weer meegenomen. De laatste keer zat ik zonder. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Ik heb weer een pakje met chocomel meegenomen. Die kan ook hier blijven. Ik ga het nu trouwens toch niet meer opruimen. Mijn moeder zei, neem maar even iets van koekjes mee om te vieren voor het huis. Nou, ik ben best wel moeilijk met koekjes. Dus ik heb de chocoprentjes meegenomen. Die krijg ik dan weer terug van mijn moeder, zeg maar, het geld. Maar die zijn wel heel erg lekker. Ik heb weer eventjes het cranberry sap meegenomen. Dat was nu een eurotje. Vind ik ook altijd wel fijn om op voorraad te hebben. Want ik heb toch wel zoiets van, ja, als ik weer last van mijn blaas krijg, werkt het heel erg goed. En dan heb ik nog weer de boontjes meegenomen. Eventjes knabbels voor de katten. Die kan ik straks gelijk aanbreken of vanavond als ze krijgen, want die hebben ze nodig. En het laatste wat ik heb, dat zijn nog snijboontjes voor maandag. En dan de rostirondjes, maar die zitten in de vriezer. Ik ga nu zometeen ook even wat eten voor mezelf maken. Dan ga ik even eten. Dan kan ik straks lekker Goede Tijden kijken. En daarna Chateau Meiland. Heel veel zin in. Daarna ga ik meester Frank Visser kijken. En vanavond ga ik de foto's bewerken. En dan eventjes een nieuwe serie. Maar ik denk dat ik de Bridge ga kijken. Die tip die kreeg ik van even jullie. Dus ik denk dat ik die ga kijken. En dan daarna eventjes Zonnestad weer. Is wel lekker. Wel lekker avondje voor de boeg. Ik heb ook altijd een heel lekker gevoel als ik de boodschappen weer binnen heb. Maar ik denk, ja, even alvast onder de douche. Want ik had het zo koud. Dus zo lekker. Ik heb ook even mijn nagellak eraf gehaald. Want het was zo vreselijk. Dus dat is er ook lekker af. Ik ga nu mijn airfryertje aandoen. En dan zie ik jullie ook gewoon morgen weer eventjes de boodschapjes opruimen. Want opgeruimd moet worden. En de rest doe ik morgen naar boven. Want daar heb ik nu geen zin meer in. Het is ook al wat later. Dus nou, dikke prima. Ik zou bij deze in ieder geval zeggen, ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 19 maart. Ik ben klaargemaakt, maar ik heb het wel ijs en ijskoud. Ik weet niet wat het is. Ik heb ook een heel raar licht hier, want het zonnetje schijnt een beetje. Het is heel vaag, er hangt een donkere lucht. Dus dit is heel erg vreselijk. Ik zal eens eventjes kijken of dit een beetje helpt. Ja, lichtelijk. Ik heb gisteravond Meilandjes gekeken. Ik heb er echt onwijs van genoten. Het is gewoon zo vermakelijk om te zien hoe hun om kleine dingen eigenlijk hele discussies kunnen krijgen. Een voorbeeld was over mondkapjes. Martien wilde de mondkapjes gaan wassen en hij had zijn mondkapjes verzameld. Toen zegt hij tegen Erika, heb jij nog mondkapjes? Ja, die hangen aan het stuur aan mijn auto. Nee, hè, kan ik weer naar die auto toe, zegt Martien. Nou, hij had de mondkapjes verzameld, die wilde die in de wasmachine doen op een programmaatje van 15 minuten. Toen zegt Erika, je gaat toch niet alleen die mondkapjes wassen? Jawel, zegt Martien, want die hoeven maar 15 minuten, die kunnen op een kort programmaatje. Nee, dan moet je er wat meer was bij doen. Nee, natuurlijk niet, zegt Martien, want ik... De andere was, die hoeft niet op 15 minuten. Ja, maar dan doe je dat maar een keer wel. Moet je luisteren, het is mijn wasmachine. Je blijft zijn dat je kapjes in mijn machine mogen. Nou, dat soort dingen, dan ga ik gewoon helemaal stuk. Maar ook gewoon dat Martien eigenlijk heel veel buitenlandse woorden gebruikt. Want hij zegt ook altijd café. En ik weet niet of café Frans is. Ik ken café vooral uit Duitsland. Want als ze in Duitsland, dat zei ze commissaris Rex ook, einmal eine café bieten. En dat
Ik weet niet, dat klonk ook gewoon zo lekker café. Het klinkt lekkerder als koffie of zo. Maar ik weet dus niet of het per definitie Frans is. Maar ik heb er wel even van genoten. Na meester Frank Visser gekeken. Dat vond ik best wel een lastige zaak. Want het ging over twee buren. Die woonden, de een woonde beneden, de ander woonde boven. De benedenburen had last van het geluid van de bovenbuurman omdat hij kinderen had. En die man had er al wel een hele dure vloer in gelegd. En toen bleek de ondervloer niet goed te zijn. Hij moest uiteindelijk wel die vloer gaan vervangen, maar hij was wel heel meewerkend en hij gaf de buurvrouw ook wel gelijk. Hij schrok ook wel van het geluid wat er boven geproduceerd werd. Dus, nou ja, ik vond het best wel een lastige zaak. Toen heb ik mijn foto's bewerkt en toen ging ik dus op zoek naar The Bridge op Netflix. Want die wilde ik gaan kijken. Het was eigenlijk een keer geen zoektocht. Want ik wist wat ik wilde kijken. Maar toen kon ik The Bridge niet vinden. En ik typte in The Bridge. En het kwam helemaal niet tevoorschijn. Dus ging ik even op YouTube of Google kijken. Van hoe ziet dat er dan uit? Maar wat ik wel zag staan, dat was... Ik moet het even opzoeken. Want nu weet ik het niet meer. Oh. Er stond namelijk een andere naam. The Bridge. Ja, het stond als De Bron. Bron stond het op Netflix. En ik dacht, hey, die heeft ook een hele goede match. Maar het lijkt ook wel heel erg op The Bridge. Toen ging ik het nakijken. Toen was het dus The Bridge. Maar het staat dus als De Bron op Netflix. Dus het was even een zoektocht, maar ik had het gevonden. En ik heb de eerste aflevering gekeken. En ik ben wel enthousiast eigenlijk. En daarna lekker Zonnestad gekeken. Dat was ook heel spannend. Dus dat was mooi. En dat was het ook. Ik ga zometeen eventjes de boodschappen hier opruimen. Die kunnen naar boven. Dan ga ik een was bij elkaar rapen om die aan te zetten. En dan ga ik de slaapkamer lekker doen. Dan ga ik jullie bijzetten. En ik hoop echt dat ik het zo wat warmer krijg. Want ik heb het ijskoud. Maar goed, dat gaan we zien. Ik ga nu eerst even een wasje bij elkaar rapen. En dan zal ik je bij de slaapkamer bijzetten. Ik had trouwens gisteravond ook nog naar Ajax gekeken. Dat was ik helemaal vergeten te vertellen. Maar die moest om 9 uur spelen. Dus die hebben we ook weer gewonnen. Dus we zijn weer een stapje verder. Dus daar had ik ook nog naar gekeken. Maar dat was er even bij ingeschoten. Omdat ik dan met twee schermen kijk. Maar daar heb ik ook wel lekker van genoten nog.
ben eindelijk klaar. Mijn haar ziet er inmiddels niet meer uit. Het is een beetje gaan hangen. Want ja, ik had even wat extra dingetjes meegepakt. Ik heb van die bakjes staan in mijn la van mijn kaptafel. Dat zijn van die transparante bakjes. En daar heb ik eigenlijk de dagelijkse make-up in. Maar die moesten ook wel weer eventjes een keer een schoonmaakbeurtje gebruiken. En ik heb ook van die transparante houders staan voor wattenschijfjes, wattenstaafjes, nou, bolletjes, van alles. Die moesten ook eventjes lekker een schoonmaakbeurtje hebben. Dus die heb ik ook even schoongemaakt. Dat had ik even extra meegepakt. Volgens mij heb ik een haar in mijn oog zitten. Ja, zie, hij zit aan mijn bril. Wacht even. Zo, nu is die weg. Nu prikt hij niet meer in mijn oog. Maar goed, en ja, toen wilde ik een dekbed overtrek erop doen. Ik wilde mijn Minnie Mouse en Mickey, maar het kussensloop zag ik niet. Dus ik hoopte eigenlijk dat het nog in de wasmand zat. Dat was niet het geval. Dus die moet ik even opzoeken. Dus ik heb nu maar even gewoon een andere gepakt. Dus ook niet erg. Maar ik heb er nu wel weer een met een instopstrook. En dat vind ik wel fijn. Want ik had er dus degene die ik er de afgelopen keer had opgedaan. Die heeft van die knoopjes aan de onderkant. Dat vind ik ook echt heel erg fijn. Maar die heeft geen instopstrook. Dus dat betekent dat ik elke keer mijn dekbed lag overal. En aan de onderkant had ik geen deken meer. Dus dat was een beetje vervelend. Maar ik stap vanavond in ieder geval in een schoon bed. Ook altijd eventjes goed onder je bed stofzuigen, weet je wel. Dan gaat ook allemaal van die stof zitten en je stopcontacten. En ook altijd, dan haal ik mijn wasmand naar voren. Er ligt ook altijd zoveel stof. Ik heb zelfs nog even achter mijn televisiekastje gezogen. Er lag heel veel stof. Dus best productief geweest. Dus nu ga ik zo nog even lekker relaxen, want ik vind dat ik genoeg heb gedaan. En dan straks douchen en koken. Ja, vanavond. Vanavond heb je Flikker Maastricht, de allerlaatste. Dat vind ik echt super jammer. Het was ook zo spannend vorige week. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar de ontknoping. Dus daar ga ik intens van genieten. Daarna ga ik weer naar Red Light kijken. Daar heb ik ook heel veel zin in. Want dat vind ik ook echt een super goede serie. Ik hoor van heel veel mensen dat ze hem best wel hard vinden. Maar ja, op een of andere manier trekt het mij dan weer wel. Dus daar kan ik me echt wel op verheugen. Ik ga mijn video editen. Ik ga mijn artikel schrijven. En dan ga ik daarna weer verder met de bridge. Ja, ik blijf het de bridge noemen. Dat bron, dat vind ik zo raar. Ik hou het lekker op de bridge. En dan ga ik daarna weer even Zonnestad kijken. Dus op zich niet heel veel bijzonders vanavond, maar wel gewoon lekker relaxed. Ik heb er heel veel zin in. Allemaal fijne programma's waar ik van kan genieten. Vanavond in een schoon bedje, lekker mijn boek lezen. Nou, ik zeg top. Ik ga die dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ja, straks nog even die was ophangen die je nu hoort draaien, want ik had een zwarte was erin gestopt. En dan doe ik niks meer. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 20 maart. Ik ben klaargemaakt en ik heb het alweer koud. De koudheid komt wel een beetje terug bij mij. Maar goed, mijn haar zit ook niet echt fantastisch, zie ik. Maar goed. Gisteravond heb ik lekker naar de laatste aflevering van Flikker Maastricht gekeken. En ik snapte een aantal dingen niet. Ik had namelijk gehoord dat er een personage zou overlijden. Dat is niet gebeurd. Zelfs vind ik het wel heel fijn. Maar dit seizoen had geen cliffhanger. Dus ik vraag me heel erg af of we nog een seizoen 16 gaan krijgen. Het was wel een hele spannende aflevering. Ik dacht echt even, als dit misgaat, dan gaat het ook gruwelijk mis. Maar het was heel spannend. Ik zal niet echt spoilers gaan weggeven. Want ja, misschien moeten mensen nog gaan kijken of zo. Maar dat was wel, het was heel spannend. Maar net wat ik zeg, we hadden geen cliffhanger. Dus even afwachten of er nog een seizoen 16 komt. Daarna heb ik Red Light gekeken, dat was ook heel mooi. Die doen, tijger. Toen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten. Thumbnail gemaakt, ik heb mijn artikel geschreven. Dus dat ging eigenlijk allemaal vrij vlotjes. Toen ben ik weer de bridge gaan kijken. Daar kom ik nu ook alweer wat meer in. Ik moet wel heel goed mijn aandacht erbij houden. Dus, maar ja, was ook wel mooi. En toen Zonnestad, dat was ook weer een hele mooie aflevering. Dus eigenlijk gewoon een lekker tv-avondje met wat werk voor mijn blog en YouTube. Vandaag heb ik niet heel veel op de planning staan eigenlijk. Ik wil even bullet journalen, maar ik wil zo eerst even stofzuigen en de kattenbakken doen. En ik moet eigenlijk mijn medicijnla nog opruimen. En ik wil in ieder geval mijn nieuwe bestekbak even inrichten. Dus dat ga ik sowieso eventjes doen. Dus dat is wel even iets wat ik moet gaan doen. Ik denk dat ik jullie daar dan even bij ga zetten. En dan misschien die week nog even de medicijnbak.
Maar ik ga zo eerst even de kattenbakken scheppen en dat soort dingen. Dus ik neem jullie wel gewoon weer mee. Maar ik heb niet heel veel dingen op de planning staan. Dus ik ga even zien waar ik jullie bij kan zetten. Zo, tijd om deze even uit te pakken. Even kijken of dat lukt met één hand. Gaat vrij soepel. Dit zit er gewoon los op. Dan kun je hem als het goed is hier uitschuiven. Even kijken. Oh ja, zie. Ik vind dat gewoon zo. Ik heb natuurlijk weer veel te ver uitgeschoven. Oh. Nou ja, zo kun je hem eens uitschuiven. Ik ga even die randen er terug op doen en dan gaan we hem even inrichten. Ik ben nog eigenlijk heel tevreden. Hij is nog best wel groot. Ik heb hier de schade en zo. En een, ja, zo'n kwast, zeg maar. Een blik openen, dat soort dingen. Hier opscheplepels en nog een tang. Die zou eigenlijk aan dat rek kunnen. Ijslepel. Hier de grotere lepeltjes. De stekjes. Die kun je dan gewoon zo aan de kant schuiven. Messen. Vorken. Kleine lepeltjes. Snijmesjes. En dan heb ik hier de gewone lepels. En hier de roerlepels. Ik ben eigenlijk wel heel tevreden. Ik ben heel blij met de bestekbak. Blijer dan ik had gedacht. Ik vind hem handiger dan verwacht. Trouwens dit bakje ook in gebruik genomen. Hier heb ik nu alle spullen in die ik dus heb getest. Waar ik dus nog wat over moet schrijven. Ik heb hier de lipsticks. Nou die poeder. Ik heb hier allemaal nagellakjes. Daar moet dus nog allemaal wat mee gebeuren. Dus daar kan ik dus nu mooi de spullen in opbergen. Want dan is het ook gelijk niet meer zo stoffig. Want ik had elke keer een doosje. Ja, dat gaat gewoon stofhappen. Dus dat heb ik mooi gedaan. Ik heb mijn medicijnen helemaal opgeruimd. Ik had nog zo'n kist, zeg maar. Jaren geleden is een keertje gekregen. Of gekocht. Ik denk gekocht. Toen bij Xenos. Zo'n medicijnkist. Daar heb ik dus nu alle medicijnen in. Ik heb inmiddels ook weer even een nieuwe aangevraagd. En dan alle lege doosjes weg. Dat ruimt ook gelijk weer wat op. Want dat loopt wel op, hoor, met medicatie. Je hebt er snel een zooitje van. Nou, de bestekbak heb je gezien. Ik ben er echt super blij mee. Ik vind het ook heel fijn dat ik nu de dessertlepeltjes apart kan leggen. En ook de vorkjes apart kan leggen. Dan hoef ik niet meer zo te graaien. Ja, ik vind het echt fantastisch. Wat dat betreft een hele goede koop van de Action. Lekker even gebullet journaled. Dus ja, ik heb eventjes mijn boek bijgewerkt voor mijn blog en YouTube. Even wat stempels geplaatst en zo. Dus was wel even fijn om bezig te zijn. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Dan straks douchen en eten. Ik weet letterlijk nog niet wat ik vanavond ga kijken op televisie. Je hebt niet heel veel. Althans, de programma's die komen, die interesseren mij niet. Ik heb niks met We Want More. En Lego Masters vind ik ook niks. Nou, die Verraders hoef ik ook niet meer naar te kijken, want dat vond ik ook niks. Dus ik kijk wel even of er nog wat staat wat ik heb opgenomen. Misschien anders een filmpje. Ik weet het gewoon echt nog niet. Dus daar ben ik nog niet over uit. Ik ga wel weer naar de bridge kijken en naar Zonnestad. Dus dat is wel lekker. En ik probeer alvast wat van de vlog te gaan editen. Maar ja, verder valt er weinig over te melden. Want ik ben zelf nog een beetje aan het bedenken van wat kan ik gaan kijken of wat dan ook.
Ik heb nog een hele spannende film staan. Misschien dat ik die kan gaan kijken. Ga ik even over nadenken, dat weet ik nog niet. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ik heb wel even nagellak gepakt. Ik wil eigenlijk nog wel even vanavond mijn nagelriemen netjes maken en mijn nagels een beetje in vorm veilen, dat ik dat morgen niet allemaal hoef te doen. Want mijn nagelriemen die moeten eigenlijk ook weer even gedaan worden. Maar dat kan altijd wel even onder televisie kijken, dus dat wil ik eigenlijk nog wel even doen. Maar goed, dat is het ook. Ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 21 maart. Ik zit even op de bank. Ik ga zo even de kattenbak scheppen en stofzuigen. Daarna ga ik even de groenten alvast klaarmaken en de gehaktballen. Ik wil mijn wenkbrauwen even bijwerken en ik ga foto's maken. Dus dat is het eigenlijk ook wel. En ik wil eigenlijk even mijn nagels nog veilen. Zijn die een beetje de wat scherpe randjes aan, dus je moet eigenlijk een beetje wat ronder. Dus dat is ook eigenlijk even de planning. Dus verder niet heel veel bijzonders. Gisteravond heb ik nog een deel van de documentaire van John van den Heuvel gekeken. Ik dacht eigenlijk dat ik nu de laatste zou hebben, maar ik had er dus nog. Het is er dus nog één. Het duurt best wel lang. Maar goed, het zijn nog maar 35 minuutjes op Videoland. Dus dat heb ik even gedaan. En daarna ben ik een film gaan kijken en ik was een beetje gespannen. Deze komt namelijk uit een filmreeks. Er waren al twee eerdere delen. De eerste film, dat was De zaak Alzheimer. Die heb ik ooit met Nathalie gekeken. Dat was best wel een heftige film. Toen woonden we allebei nog thuis. Daarna kwam Dossier K. Ik weet niet meer of we die nou samen hebben gezien of niet. Maar die was ook best wel heftig. En nu had je nog het tweede gelaat. En ik kwam er vorig jaar ergens achter dat er nog een film van was. En daar was ik toch wel benieuwd naar. Dus die ben ik gaan kijken. En qua heftigheid viel het wel mee. Alleen het praten was een beetje zacht, dus ik kon het soms niet helemaal goed verstaan. Er zat geen ondertiteling bij, dus dat was een beetje minder. Het zijn Vlaamse films en ik versta normaal Vlaams heel goed, maar als het wat zachter is qua geluid, wordt het toch wel een dingetje. Dat was een beetje jammer, maar goed, het is niet anders denk ik dan maar. Toen ben ik aan de slag gegaan met de vlog. Die heb ik nog niet helemaal tot gisteren afgekregen. Maar daar ga ik vanavond nog even mee verder. Toen ben ik weer naar de bridge gaan kijken. En Zonnestad. En dat was ook wel een heftige aflevering. Maar al met al heb ik wel een lekker avondje gehad. Verder eigenlijk niet heel veel bijzonders of zo. Wel lekker gegeten en zo. En toen ben ik eigenlijk op de bank voor de televisie gedoken. Dus dat is het eigenlijk ook wel. Verder eigenlijk ook niet heel veel te vertellen, want er is niet heel veel meer gebeurd. Dus ik ga jullie verder ook niet echt meenemen vandaag. Ik ben wel nog steeds heel erg blij met mijn bestekbak. Dat je daar zo blij van kan worden, dat snap je bijna niet. Ik moet die andere even klein maken. Die moet ik eigenlijk kapot slaan, want als ik die zo in de kliko gooi, dan neemt het best wel veel ruimte in. Of ik zou hem echt bovenop moeten doen, net op het moment dat ik weet dat die leeggehaald wordt. Dus ik ga nu even stofzuigen en de kattenbakken doen. Dan ga ik eerst even de groenten en het vlees doen, dan is dat klaar. Ik ook daarna even aan de slag met mijn wenkbrauwen. Ik wil ze even netjes maken en ga ik dat apparaatje voor gebruiken die ik een paar weken geleden heb gekocht. Dus ik ga eventjes wat doen en ik laat je straks natuurlijk nog even zien waar ik foto's van ga maken voor wat ik weer ga testen aan make-up aankomende week. De fotospullen. Ik heb hier allemaal nagellakjes van Catrice. Deze ga ik vanavond aanbrengen, maar hier ga ik dus allemaal foto's van maken voor een review. De rest heb ik allemaal al getest die hier staan. Zo ben ik de afgelopen tijd mee bezig geweest. Dan heb ik een oogschaduwpaletje van MUA. Een hele leuke met felle kleuren. En dit is een highlighter van Lottie London. Volgens mij. Kijk, het is een donut. Een beetje achtig donutachtig iets. Dus ik ga hier nu even foto's van maken. Mocht je afvragen, wat heb je een rood gezicht? Ja, ik heb net mijn poriën schoongemaakt met dat apparaat. Dus dat laat een beetje bloeduitstortingen achter. Verder niks ernstigs, maar vandaar dat ik een beetje rood ben. Ik ga nu eerst eventjes de foto's doen, want dan is dat ook klaar. Zo, alles is klaar. De foto's zijn gedaan. Het ziet er wel heel raar uit, hè, die bloeduitstorting. Maar ik ga ervan uit dat het al wel weer een beetje wegtrekt. Ik ga straks even goed scrubben en zo, ook mijn gezicht. Dus het komt wel goed. Maar er kwam best wel wat spul van af. Dus ik heb best wel weer een schone poriën. Alleen...
Ik heb iets lang het apparaatje erop laten staan. Dat zuigt een beetje samen. En dan krijg je dus zo'n rode plek. Dus het ziet er wel heel raar uit. Maar geen zorgen, komt helemaal goed. Mijn nagels heb ik helemaal rond gemaakt. Ik heb ook een soort beauty momentje gehad. Omdat ik mijn nagels lekker heb geveld. Mijn wenkbrauwen zijn lekker gedaan. Nou, mijn poriën zijn schoon. Dat voelt ik heel lekker aan. Dus kun je overheen wrijven. Foto's zijn gemaakt. Ik heb zelf nog eventjes afgestoft achter de verwarming in de keuken. Want die was ook een beetje vies. En ja, dat was het eigenlijk ook wel. Gewoon dikke prima. Handwasje nog gedaan. Dus ik ben eigenlijk wel tevreden. Vanavond. Ik ga kijken naar Postcode Loterij Miljoenenjacht. Daarna Wie van de Drie. Ik ga mijn nagels lekker lakken. En ik ga mijn foto's bewerken. En ik hoop nog even verder te kunnen met de vlog. En vanavond heb ik weer de bridge. En ook Meisje van Plezier. Dus dat is het eigenlijk. Verder niet heel veel bijzonders of zo. Wel een lekker avondje. Maar ik kan er altijd wel op verheugen. Ik vind Miljoenenjacht ook wel erg leuk. En dan straks heb ik lekker met douchen. Dan heb ik de iets grotere behandelingen, zeg maar. Doe ik lekker een haarmaskertje in. Ga ik me helemaal scrubben en zo. Ja, het is echt zo'n lekker momentje voor mezelf. Dus ja, dat eigenlijk. Verder niet heel veel bijzonders. Ik ga nu nog even lekker relaxen. De katten hebben ook net gegeten. Ik heb de boel weer omhoog gedaan. Ik ga na het douchen even lekker eten maken. En dan lekker de bank op. Dus ja, wat dat betreft ben ik best wel tevreden. Oh ja, en het belangrijkste. Vanavond is Ajax. Dus dat ga ik natuurlijk kijken. Met mijn stream heb ik weer twee schermen. En dan ga ik Ajax kijken. Ze spelen om 8 uur. Dus ik hoop eigenlijk dat we winnen. Want dat zou lekker zijn. Maar goed, dat gaan we even afwachten. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik heb niks meer te melden. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is alweer 22 maart. Ik ben klaargemaakt. Zoals je kan zien komt de rode plek hier nog steeds een beetje door mijn foundation in. Ik heb er een flinke laag op gedaan. Maar het wil niet helemaal dekken. Ook met concealer niet. Maar ik neem het voor lief. Want ik heb gewoon gemerkt dat de reiniging zo goed is. Als ik gisteravond over mijn kin wreef, dan voelde ik gewoon dat het heel erg zacht was. En toen dacht ik, wauw. Ik heb ook wel blackhead maskers geprobeerd. En ook wel van die neusstrips. Maar de reiniging is gewoon niet diep genoeg. Omdat je... Ik heb daarna geen zwarte puntjes of iets in mijn masker of in mijn... In mijn poriestrip trouwens, op zo'n zwart masker zijn de puntjes dan wit. Maar het werkt gewoon niet. En dit apparaat gaat gewoon heel diep. Ja, dan heb je er een beetje rode plek voor. Maar je hebt wel een keizachte huid. En ik zag ook gewoon echt dat de viezigheid in het... in dat dopje zat. Dus wat dat betreft ben ik wel heel erg enthousiast. En vind ik het niet erg. Ik denk dat het morgen of woensdag echt wel weer een stuk minder is. Al de rode plek. Dus dat was prima. Ik heb gisteravond lekker naar Ajax gekeken. We hebben gewonnen, 5-0. Jee. Kampioenschap komt dichtbij zo. Ik heb ook naar Miljoenenjacht gekeken. Ik had dus twee schermen. Deze man had niet zo heel veel geluk bij Miljoenenjacht. Hij heeft alsnog een prachtig bedrag gewonnen hoor. 150.000 euro. Nou, je komt ook met niks. Maar het was minder hoog dan wat mensen normaal wel eens winnen. Hij had gewoon niet zo heel veel geluk. Want hij trok al vrij snel de hele hoge bedragen eruit. Het was wel een durf van, want hij durfde nog wel een paar rondjes verder te gaan. Terwijl hij eigenlijk zei, ja, ik ben eigenlijk niet zo'n gokker. Maar hij heeft dat toch wel gedaan. En er kwam dus toch wel een prachtig bedrag uit. Daarna Wie van de Drie, dat was ook wel weer lollig. Ik heb ook mijn nageltjes gelakt met dit kleurtje. Het is grijs, ik vond het wel leuk. Het is de kleur 28 Taupe Leak. Taupe Leak. En... ja, ik vind hem wel heel erg leuk. Ja, grijs-bruinachtig, ik weet het niet. Maar ik vind het wel een keer verfrissend. Ik heb de vlog nog even afgemaakt tot zaterdag. Ik heb de foto's bewerkt. Toen heb ik de bridge gekeken. En daarna het Meisje van Plezier. Daar heb ik nog twee afleveringen van. Dan is het klaar. Dus wat dat betreft eigenlijk een prima avondje. Niet heel bijzonder. Ik heb lekker gegeten, dus top. Ik heb nu de laatste lipstick van Essence erop zitten. Deze is heel donker. Ik vind hem zelf wel mooi, maar ik weet niet of het helemaal past, zeg maar. Maar ik vind het op zich wel prima. Ik ga zo even de kattenbak scheppen en stofzuigen. Dan ga ik eventjes video opnemen. En dan ga ik daarna even bullet journalen. Dus verder niet echt heel veel spannends op de planning of zo. Maar gewoon een beetje
relax. Dat is even wat ik wil gaan doen. En ja, verder ook eigenlijk niet heel veel meer gebeurd sinds ik jullie niet meer heb gezien. Dus ja, eigenlijk prima. Ik had wel weer nachtmerries en ik heb wel heel intens diep geslapen. Lekker gesport en nu is het tijd om even wat te gaan doen. Dus ik zet hier bij het bullet journal erbij, maar ik ga eerst even zorgen dat het hier netjes wordt en dat ik de video opgenomen krijg. Zo, de video staat erop. Ging echt soepel vandaag, dus dat was wel lekker. Ik ga nu eventjes wat drinken en dan ga ik zo eventjes lekker bullet journal. Ik heb het wel een beetje koud, maar goed, het is ook niet heel erg warm. Ik vraag me eigenlijk af hoeveel graden het is. Even kijken hoor. 7 graden. Ja, het is ook wel frisjes inderdaad. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan gaan we nog even lekker bullet journalen. Ik moet eigenlijk nog even verder met mijn mus. Dus daar moet ik eigenlijk even wat inspiratie voor gaan vinden. Maar goed, ik ga eerst even het statief en zo opruimen. En dan eerst even wat drinken. Want ik heb een beetje een droge keel gekregen van al wat gepraat. Ik heb eigenlijk nog vergeten te vertellen. Want ik had nog een kruidvatbestelling gedaan. Ik kreeg van Nathalie een appje van de week. Goh, ik miste wat in jouw kruidvat aankoopjes. Toen zei ik, nou wat dan? Ja, ze is die nieuwe mascara van Maybelline, de Le Sensational Sky High mascara. Had ik al wel hele goede verhalen over gelezen, maar het was even langs me heen gegaan, want die nu in aanbieding was. Heel af en toe gun ik mezelf een duurdere mascara en hij was nu 10 euro. Normaal kost die 18 euro, dat vind ik dan net gek zat. Dus toen zei ik van, oh ja, die had ik eigenlijk wel willen hebben, maar het is me gewoon niet opgevallen. Ja, ze is maar de actie geldt maar tot 21 maart, dus dat was tot gisteren. Dus toen ging ik even op de website kijken. Toen wilde ik hem eigenlijk wel bestellen. Alleen bij Kruidvat moet je voor 15 euro aan producten bestellen om het te kunnen laten bezorgen. Dus er zat wel gratis bezorgkosten bij deze mascara. Dus wat heb ik toen gedaan? Ik heb toen de Catrice True Skin Balm Macadamia High Cover Concealer erbij genomen. Dit was de tweede voor 1 euro. Dus ik had nu 2 mascara's voor 8 euro. In totaal had ik een korting van 10,50. Dus ik had nu echt voor 15 euro, 14,98. En daar gingen ze voor verzenden. Dus ik heb die True Skin concealer heb ik ook besteld. Want die wilde ik al heel graag hebben. Maar die hadden ze bij het Kruidvat niet waar ik altijd kom. Want dat hebben ze een klein assortiment. Ik denk dat die in het grote assortiment zat. Maar die bestelling die komt donderdag binnen. Die komt dan bij me thuis. Dus die laat ik je in de volgende week vlog nog zien. Maar dat wilde ik nog wel even vermelden. Want ja, dat was eigenlijk wel een goede tip van Nathalie. Dus Nathalie, dankjewel dat je me eraan hebt herinnerd. Ik heb hem alsnog besteld. De vriendjes van het goede leven hebben net gegeten. Ik ben ook weer helemaal opgeruimd. Ik heb het alleen ijs en ijskoud. Het is niet normaal, maar nu gaat de verwarming ook niet aan. Want blijkbaar vindt hij de temperatuur hier goed. Maar
Ik ben het er niet zo mee eens. Dus straks voordat ik ga douchen gaat hij gewoon echt vol gas aan. Ja, lekker wel even geknutseld. Ik moet echt heel erg mijn musboekje bijwerken. En ik merk wel dat de inspiratie daarvoor echt een beetje ver te zoeken is. Maar goed, ik wil het zeker wel proberen. Want ja, ik wil het niet laten verslorden. Maar ik moet gewoon even de vibe vinden om dat te gaan doen. Een paar doodeltjes nog getekend. Maar ja, het was verder wel eventjes lekker. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik douchen. Ga ik eten koken. Vanavond uitstel van executie en daarna Chateau Meiland. Wel weer zin in. Verder moet ik eigenlijk nog 2 artikelen schrijven. Maar voor 1 artikel moeten de foto's nog bewerkt worden. Dus ik weet niet of ik dat red. Dus ik moet even kijken hoe ver ik ga komen daarmee. Dus nou, dat weet ik gewoon nog niet. Misschien dat ik even in de reclames even tussendoor wat foto's alvast kan doen. Dat zou op zich wel prima kunnen. Verder ga ik gewoon weer de bridge kijken en het meisje van plezier. Dan heb ik morgen nog daar een aflevering van. Dan ben ik er doorheen. Maar woensdag begint oogappels weer. Dus dan kan ik dat ook lekker gaan kijken. Dus ja, verder eigenlijk niet heel veel bijzonders op de planning of zo. Dus nee, wel gewoon lekker televisieavondje. Lekker in goede tijden kan ik ook wel weer van genieten. Kopje koffie erbij. Dan maak je me weer heel blij. En als ik straks gewoon eenmaal lekker warm weer ben gedoucht, dan is het ook fijn. En als het goed is ga ik straks nog even video bellen met mijn moeder en Lente. Dus even kijken of dat lukt. Maar dat had ik gezegd. Kan ik Lente ook weer even zien. Dat is natuurlijk ook weer een tijdje geleden. En ze gaat zo hard. Want ze kan dus nu ook al aan de hand lopen. Kan ze stapjes maken. Dus ik ben heel benieuwd. Dus even kijken hoe ze in haar doen is met video bellen. Dus dat ga ik nog even doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 23 maart alweer. Ik ben klaargemaakt. Zoals je kan zien is de plek op mijn huid alweer een stuk minder als gisteren en zondag. Dus dat gaat de goede kant op. Ik heb gisteren lekker gevierbeld met mijn moeder en met Lente. Super schattig. Lente stond al heel wijs in de box. Want Lente kan staan. Zoals gisteren 8 maanden. Dat meisje staat al. Ik weet niet of dit snel is. Voor mijn gevoel gaat ze echt veel te hard met alles. Maar goed. Het is natuurlijk een goed teken, want ze is leergierig en zo. En ik vind het wel jammer dat ik het niet zo vaak kan zien. Maar goed, dat is niet anders. Nathalie en Frank hebben beide een super druk leven. Dus als ze een keer lekker beide vrij zijn, is het ook gewoon lekker om samen lekker met z'n drieën thuis te zijn natuurlijk en hun dingen te doen. En het is natuurlijk ook wel anders met corona. Je kan niet echt veel. Dus ja, er komt wel weer een tijd dat ik er weer een keertje ga zien. Dus, maar het was met Viobelle heel leuk. Het was heel schattig. Want op een gegeven moment kwam Tijgertje, die kwam in beeld. Toen wees ze gelijk naar de kat van mijn moeder. Dus ze had echt wel door dat ook een kat was. En we hebben natuurlijk zelf ook katten. En de kat van mijn moeder heeft ook tijgerpatroontjes. En dat heeft Tijgertje natuurlijk ook. Anders heette ze geen Tijgertje. Want ze heeft echt de naam Tijgertje gekregen door de patroontjes. En ja, het is gewoon leuk, want ze hebben allebei een super lief kopje. Ik vind sommige tijgerpoesjes, die hebben niet een hele leuke, lieve uitstraling. En dat hebben de kat bij mijn moeder en Tijgertje allebei wel. Dus dat was echt super leuk. Toen kreeg ik ook nog weer een hele leuke foto. Nathalie had een knuffel gezien bij de Lidl van een pinguïn. En die had ze eigenlijk niet gekocht. En toen vertelde ze dat bij mijn moeder gisteren. En mijn moeder ging naar de Lidl. En die dacht, nou, als ik hem zie, dan koop ik hem wel. Dus ze zat heel wijs op de bak zo met die knuffel van, kijk, ik heb een pinguïn. Nee, het was echt super leuk. Ik heb uitstel van executie gekeken en daarna heb ik gekeken naar Meilandjes. Dat was leuk. Ik heb 2 artikelen geschreven. Ze zijn beide online gekomen. En toen ging ik de bridge kijken. Heel spannend ook. En ik zei heel leuk tegen jullie. Ja, ik ga lekker weer naar het Meisje van Plezier kijken, want ik heb nog 2 afleveringen. Nou, niet dus. Ik had zondag al de laatste. En ik baalde er dus zo enorm van. Ik had echt verheugd op het vervolg, want het eindigde en ik dacht, oh, nu wil ik weten hoe het verder gaat. Maar ja, het was al de laatste. Hij had dus maar 8 afleveringen en in mijn hoofd was ik uitgegaan van 10. Niet zo heel slim, maar goed, ik was er al doorheen. Toen ben ik hart tegen hart gaan kijken. Ik kan het me ergens nog herinneren. Volgens mij heb ik het ooit al wel eens gezien, maar het is een serie van 2011 en ik vond hem ook wel leuk. Die vind ik ook nog wel eens leuk om terug te kijken. Ik wil ook nog heel graag aan Mokromafia beginnen, want ik hoorde toen al Frank die zei toen al tegen mij van, ja, heb je wel eens Mokromafia gezien? Ik zei, nee. Ik zeg, maar dat is op Videoland zeker. Ja, zegt hij. Ik zeg, ja, ik heb geen Videoland. Oh, zegt hij.
Ja, nu heb ik natuurlijk Videoland. En hij is er helemaal weg van. En nou ja, misschien vind ik het ook wel leuk. Dus dat. En ik moet wel zeggen dat ik het verschil met Videoland en Netflix ook wel heel leuk vind. Videoland heeft meer Nederlandstalige series ook. Ik zag ook één serie die staat op beide. Dat is De Ridder. Die staat zowel op Netflix als op Videoland. Maar die heb ik al gezien. Dus nou dat. Dus dat was een beetje jammer van het Meisje van Plezier. Maar goed, dat is niet anders. Ik ga nu de kattenbakken doen. Ik ga even een wasje erin gooien. Ik ga een muziekje aanzetten. Dan ga ik even de douche doen en de gang. En dan ga ik jullie er even bij zetten dat ik de was ga opvouwen. Dus dat is even de planning. Niet heel bijzonder, maar gewoon even lekker. Dus ik ga eventjes de was bij elkaar rapen, muziekje aandoen en dan ga ik er aan beginnen. Des te eerder ben ik ook weer klaar. Ik ben er wel weer klaar mee. Ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. De was allemaal opgevouwen, dus het is hier helemaal wasloos. Oké, op een rokje en een broek na, maar die waren nog niet droog. Want die hebben aan het einde van de lijn gehangen. Maar hier is het ook helemaal lekker weg. Ik heb het nog niet in de kast gewerkt. Ik heb het gewoon even opgevouwen in de wasmand. Want mijn rug wou niet meer. Ik had heel erg last van mijn rug. Dus ik denk, nou, dat doe ik dan donderdag of vrijdag wel even kijken. Ik heb nu een afspraak gemaakt om te gaan winkelen bij de Action. Dat ga ik donderdag doen. Dus ik denk eerder dat het vrijdag wordt dan donderdag dat ik het in de kast werk. Maar ik moet wel even kijken. Maar in ieder geval, het is weer opgevouwen. Het is weer uit de kamer. Het staat nu gewoon in de slaapkamer in de wasmand. Dus dikke prima voor nu. Staat nu natuurlijk nog de handdoekenwas aan. Dus als die straks klaar is, kan het hier nog even ophangen. En dan probeer ik van de week nog even een wasje te doen. Probeer meestal zo'n 2 wassen per week als het lukt. Dat ligt altijd even aan de droogruimte. Maar ik ben wel weer blij met de schone douche. En de kattenbakken lekker fris. De gang ook lekker fris. Dus dat vind ik altijd wel weer lekker. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Straks douchen en dan eten maken. En om 7 uur heb je natuurlijk de persconferentie. Er is al uitgelekt dat vanaf volgende week woensdag de avondklok naar 10 uur gaat. Dus ik denk dat dat voor heel veel mensen misschien toch wat meer vrijheid biedt. Mij maakt het niet echt uit, omdat ik toch de deur niet uitkom. Maar ja, dat heeft te maken met de zomertijd. En dat vind ik altijd al verschrikkelijk, want ik haat het als die klok een uur vooruit gaat. Ik ga daar heel slecht op. Dan is mijn gemoedstoestand gelijk een stuk minder. Want ik ben echt meer een winter-herfstmens dan een lente-zomermens. Maar goed. Lente kan nu ook staan in haar slaapzak in het bedje. Dus het wordt wel steeds meer dat ze kan en gevaarlijker, denk ik dan. Maar goed. Vanavond, je hebt wat dingen die ik mooi vind. Je hebt Verslaafd, dat ga ik kijken. En Bo, in Flora Dorp, daar ga ik eventjes uitstel van executie afkijken. Ik neem eventjes Gestalkt op en een nieuw programma op SBS6. Dat kan ik dan morgen en van het weekend even kijken, want dan is er niet zoveel meer.
Verder ga ik de vlog verder afmaken en mijn foto's bewerken. De bridge kijken en verder met hart tegen hart. Dus dat wordt verder ook mijn avond niet heel bijzonder. Ik ga bij deze dan ook lekker de weekvlog afsluiten. Mijn batterij is ook bijna leeg. Dus ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Dan kun je ook op het belletje drukken en dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!